Hey, welkom bij Beweeg met Bart. We gaan vandaag een training doen die specifiek bedoeld is voor je beenspieren. In België, in Vlaanderen althans, zit de zomervakantie er bijna op. We zitten in de laatste week van de schoolvakantie. Voor mij is het niet helemaal vakantie geweest, want zoals je weet post ik elke dag een video en heb ik dus elke dag wel een klein taakje te doen om jullie te helpen om elke dag te blijven bewegen. Dat vind ik belangrijk en ik vind het ook leuk om jullie enthousiaste reacties te horen. Dus laat gerust weten hoe jouw vakantie is geweest, of je nog plannen hebt de komende weken, want er blijven nog wel wat mooie weken aankomen. Hopelijk blijft het nog wat goed weer. We gaan deze training doen om je beenspieren wat extra te versterken. Heel belangrijk om dat regelmatig te doen. Let's go! Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! De training van vandaag is er eentje specifiek om onze benen sterk te maken. Dus we gaan van hieruit onze benen openstappen en dan toestappen. Ja? Openstappen en toestappen. Je mag dat stilaan doen met iets hogere knieën als je kan. Dus je gaat breed stappen en dan smal stappen. Breed, breed, smal, smal. En je mag daarbij de armen meenemen. En hoe hoger dat je je knieën kan heffen, hoe beter. Dus probeer die knieën hoog te laten gaan. Je mag het trager doen dan ik, in elk geval, maar probeer de knieën hoog te heffen. Ja, ja, heel goed. Nog 20 seconden te gaan. Heel goed. Nog 10 seconden ongeveer. Nog 3, 2, en rust. Je mag gaan zitten op een stoel of steun zoeken bij een muur. Ik ga me zetten op een stoel en dan mag je de enkels even rustig losdraaien. Ja. Ik draai mijn voet helemaal rond, 5-tal keer en dan wissel ik van richting en dan draai ik hem in de andere richting. 4, 3, 2, 1 en dan zet ik hem rustig neer en ga ik hetzelfde doen met de andere voet. Ja, heel goed. En dan andere kant uitdraaien. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. We zitten op onze stoel. Workout voor de benen, dus we gaan opnieuw squatten. Dat doen we heel vaak. Een heel belangrijke oefening. Ga op het randje van je stoel zitten. Handen naar voren brengen. Mooi rechtop komen. Heup naar voren drukken. En gaan zitten. Ja. Oké, heel goed. Heel goed. Je mag het trager doen dan wat ik het doe. Natuurlijk. Als je het moeilijker wil maken, kan je altijd proberen om je gewicht niet volledig op je stoel te zetten, ja, maar net boven je stoel terug rechtop te komen. Hoeft niet, het is maar een tip voor wie het echt nog moeilijker wil maken. Heel goed. Die benen die zorgen ervoor dat je binnen enkele jaren of enkele maanden nog steeds goed kan stappen of zelfs beter kan stappen en recht komen uit je stoel dan vandaag. We zijn super goed bezig. We doen er nog 2. En dan gaan we nog 1 keer recht en dan mag je recht blijven staan. Oké, heel goed. Ga achter je stoel staan dan. En dan gaan we op onze tenen gaan recht staan. En terugzakken. Recht staan en terugzakken. Als je bovenaan bent, mag je je 1 secondje hoog houden en dan pas zakken. Heel goed. En zak. Hier omhoog en zakken. Supergoed. Heel goed. Dat gaan we nog 8 keer doen. Nog 7. Nog 6. Nog 5. Nog 4. 3, nog 2, eentje en rust.
Oké, we gaan naast onze stoel staan, of naast de muur, en we gaan één been zijwaarts openen. Oké. Heel goed. Die heup en die billen trainen. Ja. Heel goed. Je doet het supergoed. Hou het vol. Het is een lange reeks. Als je ze niet even lang kan volhouden dan dat ik ze hier doe, dan mag je gerust iets vroeger stoppen. Ik ga er nog 6 doen. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Eentje. Rust. Oké. Adem rustig in. Adem rustig uit. We gaan hetzelfde doen met ons andere been. De abductiebeweging. Weet je nog? Hup. En zakken. Je hoeft niet even hoog te gaan dan ik. Je mag gerust iets minder hoog gaan. Fantastisch. Kom aan. Haal het vol. Super. Heel goed. Kom aan. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Eentje. En rust. Oké, dan mag je naast je stoel blijven staan. Dan gaan we een lunge doen. Een lunge is een grote stap naar voren, waarbij je een beetje door je knieën zakt. Dus als je aan deze kant van de stoel staat, neem dan ook het been het dichtst bij de stoel om naar voren te stappen. Zoek steun bij je stoel. En dan ga je vanuit die comfortabel grote stap een beetje zakken en terug rechtop komen. Ja, dan terug achterwaarts stappen. Ja, we gaan terug zakken en rechtop komen. En terug naar achter stappen. Zakken. En ik kom terug naar achter. Ja. Als je het zonder de stoel kan, mag je het zonder de stoel doen. Ja. We gaan elke keer met hetzelfde been naar voren. Neem een comfortabele stap. Die hoeft niet super groot te zijn. Hoe groter, hoe beter. En hoe dieper je kan gaan, hoe beter ook. Hoe zwaarder je het maakt voor jezelf. Maar denk eraan, jij doet wat jij kan. Het is beter om iets te doen dan niets te doen. We zitten aan onze laatste lunge. Je stapt terug achteruit. En dan gaan we naar de andere kant van de stoel. Zodanig dat het voorste been aan de kant van de stoel is. Ja, ik ga meteen starten. Ik neem een stap. Ik zak. En ik ga achteruit. Heel goed. Ik zak. En ik ga achteruit. Heel goed. Zorg goed voor je balans. Heel goed. Kom aan. We zijn ook alweer halfweg deze oefening. Heel goed. Kom aan, hè. We gaan er nog 3 doen. Supergoed. Je mag gaan zitten op een stoel. En dan gaan we hier op onze stoel gaan we één been vastgrijpen en een beetje omhoog heffen. Dus je kan je vingers in elkaar haken. En van daaruit gaan we ons been proberen hard te strekken. Dus volledig uit te strekken. Deze spier die wordt dan heel hard. Je hoeft je been niet te hoog te heffen. We doen het 10 seconden. Dus nog 4, 3, 2, 1, rustig plooien en neer. Oké, we gaan dat 3 keer doen. Dus je mag het been terug een beetje heffen. En dan ga je terug aanspannen. 1. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Rustig neerplaatsen. Heel goed. Dan
keer doen met dit been. Been vastpakken en opspannen. Deze spier wordt dus hard, je knie is volledig gestrekt. Kom aan, haal het vol. 5, 4, 3, 2, 1. Supergoed. Dan neem je je ander been. Handen gaan onder de knie. Ja. En been omhoog. 5, 4, 3, 2, 1. Rustig plooien. Neerzetten. Even ademen. Gaan we nog twee keer doen en dan zit het er helemaal op. Klaar. Been vastgrijpen. En strekken. Kom aan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En neerzetten. En dan de allerlaatste keer. Handen gaan opnieuw onder het been. En je been strek je volledig uit. Kom aan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig neerplaatsen. En het zit erop. Alweer supergoed gewerkt vandaag. Proficiat dat je erbij was. Probeer er morgen ook bij te zijn. Niet te vaak te missen, want dan ben je uit je goede gewoonte. Als je de video over de goede gewoontes nog niet gezien hebt, klik dan even hier. Ik zie je heel graag morgen terug. Als je hebt meegedaan, geef een like. En dan zie ik je morgen gewoon terug.